Hallo, goedemiddag iedereen en welkom bij weer een nieuwe vlog op ons YouTube kanaal. Ik ga naar Hair Advice vandaag. Ik zit trouwens in de auto. Want mijn extensions gaan eruit. Ik heb die al van september, dus ze beginnen echt heel laag te zitten. En ik krijg nieuwe extensions vandaag. Dus ik ben heel benieuwd of het veel verschil gaat zijn. Links aanhouden. Maar we zullen het zelf zien. Ik neem jullie weer mee. Ik ben ondertussen terug thuis en tada! Dit is mijn haar. We hebben de oude extensions eruit gehaald en nieuwe erin gezet. Ik ben super blij. Het zijn iets korter, maar mijn oude waren echt wel uitgegroeid tot hier of zo. Dus dat mocht wel. En ze zijn terug heel zacht. Maar mijn vorige waren eigenlijk voor 5 maanden. Ik denk dat ik die 5 maanden heb gehad, als ik het mij goed herinner. En die waren nog altijd super goed. Dus, maar ze moesten wel eruit, want ze hingen echt heel laag. Nu zitten ze terug goed bovenaan. En ik weet dat ik heel veel vragen ga krijgen van jullie. Van wat en hoe en waar dat ik ga en alles. Dus, ik ga bij Hair Advice. Die liggen in Schriek. En Shana doet mijn haar. Heel lieve. Echt super toffe. En zij doet dat echt super goed, extensions zetten. En die doen ook kleuren en zo. Zij doet dat samen met Brent daar. Dat als je kleuring wilt en zo, dat doen ze ook allemaal. Het is eigenlijk een kapperszaak, maar ze doen dus ook extensions. En ik heb van die creatine knopjes, denk ik dat dat heet. Ik ben niet heel zeker, maar het zijn zo... Ja, ik ga dat nu niet kunnen laten zien, hè. Zo van die... Wacht, ik ga jullie proberen hier te zetten. Het licht aan te doen. Zodat jullie het misschien wel kunnen zien. Kijken waar er zijn, want nu zijn die terug heel hoog. Maar hier zit het. Ik weet niet als je het ziet, maar dat is precies zo'n plasticje. Wat ze dan zo met een tangetje zo doen. En dan hangt dat eraan. Ik krijg ook heel veel de vraag als dat pijn doet. Nope, dat doet echt geen pijn. Je voelt er helemaal niks van. Het enige wat ik daar misschien wel van heb, is de eerste nacht als die terug hoog zijn gezet. Dan voelt het zo'n beetje strak aan. Ja, alsof je zo precies de hele dag een staart hebt gehad of zo. Zou ik het zo omschrijven? Of een blauwe plek hebt op je hoofd of zo. Ik weet niet hoe ik dat kan omschrijven, maar dat is echt maar 1 à 2 dagen en dan is dat weg. Qua lengte, ik denk dat ik 45 heb. 45 centimeter. Ik denk dat ze dat zei. Ik weet niet of dat helemaal juist is, maar 40 of 45 alleszins. Ze knipt die ook nog wel wat bij. En ik heb dat graag zo aan een punt van achter. Ik zal ook de achterkant eens laten zien. Tadaa. Ze doet dat heel natuurlijk. Waar ik heel blij mee ben. De kleuren wat ik heb, weet ik niet. Maar ze vraagt altijd om of foto's door te sturen of langs te gaan. Zodat ze je kleur kan zien en dan... Ja, stemt ze dat echt heel goed af op je eigen haarkleur. Dus dat is wel super goed, want ja, dat is echt gewoon mijn kleur. Je ziet eigenlijk niet echt dat ik extensions heb. Als je het niet zou weten, kon dat mijn eigen haar zijn. En heel veel van jullie vragen ook nog waarom dat ik dat doe. Ik doe dat omdat
mijn haar zelf heel dun is van onder. Mijn haar zelf komt ook wel tot hier ergens. Sommige stukjes zijn even lang als deze extensions. Maar mijn haar is echt extreem dun. Ik heb zo van die hele dunne spieren van onder. Van boven heb ik heel veel haar. Maar dat breekt zo vanaf rond de oren. Dus daarom neem ik extensions. En velen van jullie zullen zich ook wel afvragen als extensions de haren niet kapot maken. Dat kan als ze niet goed zijn gezet. Maar nu met mij eruit te halen, zagen we dat mijn haar eigenlijk totaal niet kapot was. Of dat er geen schade was van de extensions. Ik had ook bijna geen knoopjes. En als die uitzakken, kun je zo van boven wel wat knoopjes krijgen. Maar ik heb ze goed gekamd en goed conditioner en zo gebruikt. En olie in mijn haar. Dus dat was bij mij allemaal niet het geval. Mijn eigen haar is nog heel gezond. Er was geen breek. Allee, er was nergens gebroken of zo. Of stukjes waar je zag van, ah, hier is het afgebroken. Ik had geen korte stukjes. Maar Shana, bij haar advice, checken ze dat ook wel allemaal. Dus dat vind ik wel goed. Want stel dat ik dat wel had, dan ben ik er ook 100% zeker van dat zij mij hadden gezegd van ik zou even geen extensions meer nemen en het even laten rusten. Dus ja, ik weet niet als jullie nog vragen hebben of als ik nog ergens opkom. Denk het niet. Ah ja, nog één ding, jawel. Hoeveel stuks heb ik? Ik heb 75 stuks. Het waren er nu 5 meer of zoiets, dus het zal iets rond de 80 geweest zijn, omdat er in het pakketje een paar meer staken. Maar 75 is perfect, zeker voor opvulling en zo. Als je echt voor serieuze verlengingen wilt gaan, denk ik misschien dat je wel iets meer moet doen. Maar denk tussen de 50 en de 100 is wel goed voor verdikking en ietsje langer in de punten, dat valt niet op. Ja, jullie zien het, het valt echt wel niet op dat dat extensions zijn. Dat is ook heel mooi zo opgeknipt en ik zie dat graag. Als dat zo niet recht is, want daar hou ik niet van. Dus heeft dat wel zo heel mooi aan een punt gedaan. Daar ben ik kei blij mee. En hoe lang duurt dat ongeveer? Nu mijn extensions eruit halen, mijn haren wassen, feunen, blazen of hoe noem dat, brushen, stijlen en nieuwe extensions erin zetten was ongeveer 3 uur en een half zoiets. Dus dat valt best wel heel goed mee. Als je ze gewoon erin laat zetten en je moet er geen uithalen, dan denk ik wel dat het maar 2 uur en een half is of zo. En je kunt je extensions ongeveer 5 maanden houden, denk ik. 5? Ik weet niet, ik heb mijn ongeveer 5 maanden gehad. En nu zaten ze nog niet extreem laag. Dus ik had ze gerust nog wel een maand kunnen houden. Maar ja, ik had een afspraak gemaakt. En ik heb nieuwe Ik ben er echt super blij mee. En die zijn echt super zacht. Het is heel gemakkelijk te wassen. En ja, voor alles eigenlijk. Het is gewoon zoals je eigen haar, alleen zitten hier knopjes, maar nee, je ziet die ook niet. Voor als mensen zich dat afvragen, voelt die wel, maar dat zijn er bijna geen natuurlijk. Dus ja. Oké, ik denk dat ik daarmee alles heb gehad. Ik ben snel naar de budgetslager geweest voor vlees en nog wat eten gaan halen. Want er is niks meer in huis en ik moet eten maken. Dus ik ga nu snel eten maken. En daarna heb ik nog een afspraak, maar dat maakt niks uit voor deze video. Hopelijk vonden jullie het een leuke video, dus zeker thumbs up als jullie mijn haren mooi vinden. En als jullie het leuk vonden om van alles over de extensions te weten, laat ook zeker een leuke comment na. En wij zien jullie morgen!